Marie, we hebben gelezen dat dit hotel uit 1550 komt. Ja, dat klopt. Dat is best wel een tijd terug. Ja. Ja. Kan je dat eens vertellen? Een tijdje geleden. Het is 14 jaar geleden ongeveer dat we dit huis eigenlijk hebben overgenomen. En dan zijn we 4,5 jaar geleden gestart met een boutique hotelletje eigenlijk. Want als je elke kamer bekijkt, het is zo mooi ingericht. Dat hebben jullie allemaal gedaan natuurlijk. Ja, dat hebben wij allemaal gedaan. We zijn eigenlijk verschillende markten afgegaan ook. Overal, Parijs, hier ook in België gewoon. Om eigenlijk allemaal antiek stukken te zoeken voor hier. Jullie hebben natuurlijk 4 slaapkamers. Dat is best wel uniek. Het is heel klein en intiem dan. Ja, we vonden het wel leuk omdat we hiervoor eigenlijk al een hotel hadden gehad, we hadden er al ervaring mee. Maar we vonden het leuk om hier nog erbij te nemen, 4 kamers. Omdat we het wel leuk vinden met gasten overeen te komen. En dat ze hier rondlopen, zodat we hier niet helemaal alleen zijn eigenlijk. Nee, waardoor je waarschijnlijk ook gewoon meer, hoe minder kamers, hoe meer affiniteit je hebt met de mensen. Ook. Ja, en meer persoonlijk veel contact. Meer. Maakt het inderdaad persoonlijker. Ja, maakt het heel persoonlijk. Dus we hebben met iedereen ook een gesprekje. Het is al super gezellig hier in het huis. Dus iedereen komt ook weer terug als ze hier zijn geweest? Ja, de meeste wel. Kijk. En ook, ze nemen al hun families mee en dan huren ze het hier af. En het is wel super gezellig. Dus we kennen de meeste mensen al. En wat maakt jullie hotel nou zo speciaal vergeleken met andere hotels in Brugge? Ik denk dat het zwembad dat jullie hier zien, ja. Dat is het, we zijn het enige met een buitenzwembad. Dus... De enige in Brugge? Ja. Kijk, dit is nou leuk. Maak het ook meteen persoonlijk. Mijn naam op de deur. Even naar binnen. Ga een trapje omhoog. Kijk, je komt gelijk in de sfeer. Er staat een muziekje aan. Prachtige open haard. Is het nou een tv? Of is het een spiegel? En dit is eigenlijk echt een prinsessenkamer. Want kijk, naast het mooie bed wat je hier hebt, wat natuurlijk mooi uitkijkt op glas en lood. En kijk dan, zo'n lichtbad, dat is toch wel ultiem genieten. Als je hier lekker met z'n tweetjes in ligt 's avonds. Maar dit is dus een van de mooiste dingen van de kamer. Dan ga je een soort van oase in en dan kom je in deze badkamer terecht. Sorry, is dit niet een klein paleisje? Nou, je hoort de muziek. Kijk eens, dit is gewoon een douche, jongens. Wat fantastisch. Nou, ik zie mezelf hier vanavond wel even lekker douchen, hoor. Nou, lekker. Een van de meest unieke dingen is dat je gewoon eigenlijk midden in de stad zit, maar toch een soort van oase van rust. Want dat is letterlijk wat het is. Ik heb eigenlijk de hoogste kamer nu, op de zolder. Maar wel een van de meest bijzonderste.